Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rudy van der Zanden, de complete woninginrichter al bijna 50 jaar in 's-Hertogenbosch. Voor meer informatie ga naar rudyvandezanden.nl. Todo el mundo estar pendiente para ver el canal TV 73. Leuk dat je kijkt naar Rudy is bijna 50. En dan hoor ik u denken, Rudy is 50, dat is me ontschoten. Nou, dat kan u bijna niet ontschoten zijn, want elke vrijdag op TV 73 hebben wij het programma Rudy is bijna 50. Normaal gesproken presenteert Nol dat altijd, alleen ik dacht, Nol, gaan we net een soort van Sinterklaas, maar jij mag altijd die mensen blij maken met lekkere etentjes. En dat wil ik eigenlijk ook een keer doen. Dus dat ga ik vandaag doen bij een heel bijzonder iets. We zijn namelijk te gast op de Graafseweg bij Groenrijk. Omdat IVT, en dat is een zorginstelling, daar ga ik jullie daar ook alles over vertellen. Tenminste, dat gaan ze daar binnen doen. Die zijn hier met een soort workshop bezig. Een hele grote workshop met het volledig personeel. Al de mensen die altijd in die zorg bij die mensen thuis hard aan het werken zijn. Aan het zwoegen om de oudere mensen of de mensen die zorg nodig hebben. Om die mensen te helpen. En die zorgverleners staan vandaag centraal in Rudy is bijna 50. Want die mensen in de zorgverlening, die mogen ook wel eens een hart onder de riem krijgen. Daarom is deze workshop georganiseerd vandaag hier bij Groenrijk. Daar ga ik even een kijkje nemen. En ik ga natuurlijk ook weer iemand blij maken met dat etentje bij Eet en Borrelcafé De Druif op de Markt. Dus blijf kijken, ga lekker zitten. Het is vrijdag, het is bijna weekend en ik ga iemand blij maken. Dit is Rudy is bijna 50. Ik zit allemaal net te lachen en dan gaat die camera aan en dan... Zit daar te lachen. Er zijn jouw collega's. Ja, dat zijn mijn collega's. Zijn je wel een gezellige boel hier. Ja, er belooft nog heel wat binnen te worden. Ja, zeker. Hoe is het bij IVT? Ja, kei gezellig. Kei leuk. En dan namelijk dat die camera aan staat, vinden we echt. Ja, dat vind ik echt. Anders leuke mensen. Het is echt bosbedrijf, hè? Ja. Het is allemaal bossenaren hier aan het werk. Dat weet ik niet. Nee, ook Vugse. Kijk, wachtig, joh. Ook Vugse. Helemaal uit de regio. Ja. Waar kom jij vandaan? Vught. Vught? Ja. Leuk. Leuk. En je gaat ook een mooi kerststukje maken. Dat heb ik al gedaan. Heb je al gedaan? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Ja, mijn programma begint net, dus nu moet je het kerststukje nog maken. Moet je even meespelen. Oh, oké. Wat ga je maken? Een mooie pot met allemaal decoratie erin. Leuk. Ja. Waar moet je naar lachen? Ja, dat doen mijn collega's. Ze staan maar helemaal uit te lachen. Nou, we gaan naar ze binnen kijken. Ga je mee? Ja. Ga je mee naar binnen, gezellig? Rudy is bijna 50. Kom je als bij Rudy van Zanden? Nee. Zou ik echt een keer doen. Ze hebben leuke aanbiedingen. Nou. Ja, ik heb al, ben al helemaal ingericht. Dus ah, maar niet uit. Ik had er wat bij. Oké. Okay. Toch? Ja, dat kan. Dan gaan we eens een keer samen naar Rudy. Dat is leuk. Vandaag een hele bijzondere. Rudy wordt 50, of is bijna 50. Want er worden hier 50 kerststukjes gemaakt vandaag. 50 kerststukjes en dat is allemaal door de collega's allemaal van IVT-zorg. Oftewel thuiszorg op maat. En van die 50 kerststukjes die hier speciaal vandaag gemaakt worden, daar ga ik er één van uitkiezen. En dat kerststukje, daar zit natuurlijk een persoon achter. En die persoon ga ik vandaag in het zonnetje zetten met een bon. Om 10 personen lekker te gaan eten bij Eet en Borrelcafé De Druif. Dus blijven kijken.
Vertel mij eens, wie heeft het lelijkste kerststukje gemaakt? Wie was dat? Dat zou ik niet weten. Wat heeft jou ertoe aangezet om dit te maken? Mij weer hebben. Wat een beetje zenuwachtig van die camera. Ja, ik hou er helemaal niet van. Maar wie had nou het mooiste kerststukje? Het mooiste zou ik niet weten. Dat was de jouwe? Chantal daar. Chantal? Oh, dan gaan we even naar Chantal. Ja, zeg het eens. Wie had het mooiste kerststukje? Zou ik niet weten. Nee, want die andere groep moet ook nog. Dus, Van jullie groep? Ja, van onze groep. Ja, dat ben ik natuurlijk, ja. Een eigen dunk, hoor. Nee, weet ik niet. Jullie doen maar beoordelen. Ja, voor jullie groep ga ik daar ook alle kerststukjes beoordelen. En voor één, de mooiste, daar heb ik een hele leuke prijs voor. Nou, hartstikke leuk. Is het gezellig zo met z'n allen? Ja, ik vind het wel gezellig, ja. Wij gaan daar lekker shoppen. Dus lekker shoppen. Dus ons bonnetje verzilveren. Ja, leuk. Leuk uitje. Ja, ja, mogen ze vaker doen. Lekker crea, ben je? Ja, daar hou ik wel van. Doe eventjes uit die zorg. Ja, ook, ja. Of ben je hier nou ook aan het zorgen op een andere manier? Nee. Gewoon even lekker tijd voor mij. Tegenover de bar? Ja, maar borrel kan niet, maar ik moet op fietsen. Als ik ook daar zo, hè, dat ken niet. Nee, dat ken ik. Nee. Gewoon hier vlakbij, of? Nee, Engelen. Dan moet je een stukje. En dan ben je weer op de brommen gaan. Met een sneller. Ja, maar dat is niet goed voor de conditie. Nee, dat is waar. Hey, heel veel plezier vandaag. Ja, jij ook, hè. Dankjewel. Nou, dan staan we hier met alle teamleiders. Stel jullie eigen even voor. Mijn naam is Marianne Smit. Ik ben teamleider hulp bij het huishouden voor het team Zuidoost. En Zuidoost, welk gebied is dat? Zuidoost is Centrum Den Bosch, Rosmalen, Zuid, maar ook Vught, Bokstel, Sint-Michielsgestel, de buitengebieden. Groot gebied? Ja, dat is een groot gebied. Mijn team bevat ongeveer zo'n 100 medewerkers. Ja. Behoorlijk. Ja, dat is veel. Ja. En jij? Ik ben Yvonne van Erven. Ik ben de teamleider hulp bij van verpleging en verzorging. En ik heb het hele team onder me, maar dat is een kleinschaliger team, ongeveer 30 medewerkers. En wij zitten in de regio Den Bosch met inbegrip van Rosmalen, Empel en Vught. En nu? Ik ben Sjaak Molengraaf en de teamleider van hulp bij het huishouden, team Noordwest. Dat is met name Maaspoort, Den Bosch West tot aan het station. Maar ook Vlijmen, Drunen, Oudheusden, Heusden. Dus ook een grote rijkwijde. Hoeveel medewerkers? Ongeveer hetzelfde als mijn collega Marjan, ook 100 medewerkers. IVT, wat is het precies? Het is een thuiszorgorganisatie waar we twee takken hebben. Een tak kraamzorg en een tak thuiszorg. En de tak thuiszorg kunnen we verdelen in verpleging en verzorging en in hulp bij het huishouden. Oké. Jullie hebben vandaag hier een hele leuke workshop in Den Bosch. Waarom hier bij Groenrijk? Nou, wij kwamen eigenlijk op een idee door een van onze collega's, meneer Chris Goot. Die had goede connecties met Groenrijk en wij waren bezig om een teamuitje te organiseren voor de afdeling thuiszorg. En hij zei van, goh, ga eens met Groenrijk praten, aardige mensen, leuke mensen. En zodoende zijn wij dus hier vanavond terechtgekomen om een leuke workshop te houden in Groenrijk. Ja, want het leuke denk ik om te vermelden is, jullie zijn een echt bosbedrijf. Hè? Want er zijn meer zorginstellingen in de regio, maar die zijn niet echt van oorsprong bos. Nee, wij zijn echt een bossenorganisatie. Instituut voor Thuiszorg, daar staat IVT voor. En klein begonnen, maar intussen toch al tot een behoorlijk gerenommeerde thuiszorg uitgegroeid. Ja. Zijn jullie trots op? Daar zijn wij heel trots op. Hè? Ja, de zorg op maat, die houden we hoog hoor. Ja. Nou, de zorg, dat is natuurlijk dat is denk ik geen makkelijk beroep. Altijd zorg verlenen voor een ander. Vandaar dit uitje? Nou, sowieso. Een stukje waardering naar de uitvoerende collega's. En wordt dat met de tijd van de bezuiniging en dergelijke, willen wij toch onze extra waardering richting de uitvoerende collega's uitspreken. En vandaar ook een leuk teamuitje. Ja. Is het een zwaar beroep in de thuiszorg? Nou, voorop gaat eigenlijk het hart voor de zorg. Hè. Dus het is niet zo van ik ga hard werken, maar je moet ook wel iets voelen voor mensen die zelf iets niet meer kunnen of niet meer helemaal kunnen. Dus dat is eigenlijk de grondslag en van daaruit wordt het een stuk makkelijker. Als je voor mensen iets kunt betekenen of uit handen kunt nemen wat ze zelf niet meer kunnen, dan maakt het ook leuk en om vol te houden ook. Het is niet licht, want als je bijvoorbeeld 8 dagen of 8 dagdelen hulp bij het huishouden biedt, 8 badkamers doet, 8 toilets, 8 spitters. Dat is pittig, ja. En daarbij je thuissituatie nog. Dus alles bij elkaar is het best pittig. Maar ja, met dat kloppend hart gaat het een stukje makkelijker.
Je krijgt ook veel verdoening van het vak. Ja, absoluut. Kijk, we streven natuurlijk toch echt dat cliënten tevreden zijn. Als cliënten tevreden zijn, medewerkers tevreden zijn, ja, dan hebben we ons werk goed gedaan. Marjan, hoe is de zorg geregeld in Den Bosch? Doen we het goed hier? Ja, ik denk dat we in Den Bosch de zorg goed geregeld hebben. Er zijn natuurlijk een heleboel organisaties betrokken bij de zorg. Iedere organisatie heeft zijn eigen visie op die zorg. We zijn afhankelijk van een hele hoop factoren binnen de zorg. Een aantal wijkteams, zichtbare schakels, een hoop huisartsenposten die heel hard op weg zijn om vernieuwingen aan te brengen in de zorg. Zodat toch de mensen eigenlijk krijgen wat ze moeten hebben. Hè? De bezuinigingen daarin is een moeilijke factor, maar je leert wel om middels een andere weg ook de wegen te bewandelen. En, ja, creatiever. Dat is creatief en daar moet je met z'n allen over nadenken. En ik denk dat we daar in Den Bosch heel hard mee bezig zijn. Je zegt net vernieuwingen, waar moet ik dan aan denken? Aan wat voor soort vernieuwingen? Nou, ik denk dat je moet gaan kijken dat niet alles meer vanuit de gemeente georganiseerd moet worden. Maar de kring rondom een cliënt. Hoe ziet die kring eruit? Hè? En wat kunnen wij als maatschappij rondom die cliënt bieden? Dus mantelzorgers, vrijwilligers, erg belangrijk voor de toekomst. Ja, is er veel behoefte aan vrijwilligers? Ja, ik denk het zeker wel. Hè. Zeker met de plannen van de overheid waar we heen willen. Moet er ook gewoon steeds meer vanuit de eigen kring georganiseerd gaan worden. En het professionele hulp komt daar wat later van te pas. En dan zullen we als zorgorganisaties ook in moeten investeren. Hè. Meer betrekken, stimuleren. Dat familie, mantelzorg, vrijwillige thuiszorg dingen gaat oppakken en over gaat nemen. In plaats van dat het allemaal door organisaties gedaan wordt. Ja. Als ik vrijwilliger zou worden, zou ik geschikt zijn? Nou, ik denk dat je een zorghart moet hebben. Hè? En vrijwilliger kan zijn op verschillende facetten. Dat wil niet per se zijn dat je echt zorg moet verlenen. Maar ook ondersteunen met boodschappen, een praatje maken, een stukje sociaal contact. Dat is ook al een stukje vrijwilligerswerk wat onder zorg verstaan wordt. Ja. Marjan, waar onderscheidt IVT zich in? Ik denk dat IVT zich onderscheidt in het feit dat het geen mega-organisatie is. Ze zijn begonnen als een kleinschalige organisatie en zijn in de loop der jaren uitgegroeid. Maar wat gewoon wel heel belangrijk is, is dat we die zorg op maat zo hoog in het vaandel hebben staan. Dat we de cliënt staat centraal. Hè? Wij zullen nooit ongezien een cliënt van zorg voorzien. Want we gaan voordat we gaan starten met zorg altijd op intakegesprek. Van goh, wat is de cliënt achter deze zorgvraag en wie zou er op dit plaatje passen? Telefonisch contact, er zijn korte lijnen. We hebben ook regelmatig telefonisch contact met cliënten en met medewerkers. En ik denk dat we doordat we nog steeds, ondanks dat het toch moeilijker wordt, die zorg op maat nog steeds handhaven en vast willen houden. Hè, want dat is toch onze slogan en daar gaan we voor. Jij bent een van de weinige mannen hier. Ja, hoe komt dat? In opzicht wel. En hoe komt dat? Omdat ik ben werkzaam als planner bij IVT. Oh, als planner. Okay. Als planner. Ja, het zijn allemaal vrouwen hier. Ja, daarom voel ik me eigenlijk zo thuis hier. Ja, dat is de reden. Ja. En wat ga je maken? Ja, naar mijn idee, dit stond zo klaar, denk dat het klaar is. Dus, het is gewoon af. Ja, wat hierin zit, dat mogen we mee naar huis nemen. Dat is voor het kerststalletje. Dus dan denk ik dat het zo goed is. Nou, ik denk dat jij nog moet beginnen. Wij moeten nog beginnen, ja. We gaan nu beginnen volgens mij. Dat zien ze niet, maar ik ga daar gewoon alvast even school daar. Dat zien ze niet. Ze zijn daar, de start wordt nou gegeven. Een boomstam. Dus kijk, de dak mooi klaar. Ja. Flinke boomstam erin, hè? Als ik ga die microfoon nou even vast. Ja, is goed. Praat het even vol, hè? Ja, we wilden weten. Nee, ja,
Dat is leuk, luister, IVT. Het moet wel mooi. Ja, hartstikke. Ja? Maar ik vind wel dat ik het mooi moet doen voor mij, hè? Ja, ik doe het heel mooi. Nou, ik vind nou nog niks. Ja, maar het is ook nog niet af. Volgens mij moet dit op de bodem. Je hebt gelijk. Moet wel bij mij op de tafel mooi staan, hè? Oh, ik dacht dat ik dat cadeau kreeg. Oké, maken we eerst een bodempje. Ja. Wat wordt onze inspiratie? Mooie... Roosje. Roos. Vernol. Vernol. Vernolroos. Krijg je nou geen strafpunten, hè, dat we al bezig zijn? Nee, hebben ze niet in de gaten. Ah, er zitten doorns aan. Ik snij mezelf. Maar luister, is dit? Moet ook op de bodem. Het zijn vlokken. Ja, sneeuwvlokjes, maar dan van hout. Ze demonstreert even hoe het moet. Doe jij wel. En ik demonstreer even hoe het niet moet. Ja, maar dit is toch hartstikke mooi, moet je kijken. Dat ja, wordt prachtig. Auw. Dat wordt echt prachtig. Met tinnen vingers. Ja. Dat kunnen we altijd nog gaan doen. En de bloem zien kunst. Patrice. Ik ben zo'n decorateur. Jawel. Stuk hij hout. Kan altijd in de bloemziekunst werken. Nee. Ja, die moeten we eigenlijk even breken. Nee, dat moet niet. Dan krijg je toch anders nooit in. Dat gaat toch niet? Ja, maar je mag een stukje overheen hangen. Eens kijken, wel leuk. Wat is jouw leukste collega? Mijn leukste collega? Maar waar werk ik niet? Patricia. Patricia? Ik sta naast mij. En waarom is zij de leukste? Het is gezellig, je kunt met haar lachen. Nou moeten we aan de microfoon praten. Oh! Wat is er zo leuk aan Patricia? Je kunt het toch zien? Kijk ze eens aan. Patricia, kijk eens hierheen. Patricia, lacht eens een keer. Eens een keer. Kijk, gezellig. We hebben samen op kantoor gewerkt. Kijk in de kamer. Ja, kei leuk. Een beetje verlegen, Patricia. Ja, ik voel me eigenlijk helemaal warm. Wat doe jij precies in de zorg, Patricia? Huishoudelijke zorg. Huishoudelijke zorg, ja. Keileuk. Een gezellige mens. Ja. Dankbaar werken. Ja, ook. Heel dankbaar. Ja. Mensen zijn altijd blij als wij komen. Ja. De meeste wel, ja. De meeste wel. Jawel. Allemaal. Ondertussen ben jij al klaar. Nou, hartstikke prachtig, maar ik heb dit allemaal nog over. Ja, dan moet je het op je hoofd zetten. Kom maar. Hey, ik vind hem hartstikke mooi. Wat is dit? Beetje snel. Heel mooi stukje à la Remco. Kijk maar eens aan. Prachtig. Geweldig toch, of niet? Het is toch hartstikke mooi. Het is à la Remco, Marianne. Je hebt niks over te doen. Zou ik de zorg, zou ik het ook kunnen doen? Jawel, denk ik wel. Maar we moeten wel in je vingers hebben. Dat heb je gezien, ik heb het in mijn vingers. Ik kan heel hard werken, kan heel goed kletsen. Oh, dan lukt dat wel. Dan kunnen jullie mee mogen. Ja, is goed. Ja, leuk. Loop maar een keertje met mij mee. Gezellig. En wat moet ik dan allemaal doen? Stofzuigen. Nee, ik wil niet mijn handen vies maken. Ja, maar dat doet er maar rubber handschoenen aan. Oké. Okay. En de wc, de keuken. De wc, hoor. Ja. Maar is het alleen huishoudelijk werk? Of, ja, huishoudelijk. Ik hoef geen psychologische... Nee, een beetje kletsen, hè. Dan ga ik gewoon met jullie een dagje mee, stages op. Ja, gezellig. Leuk. Emmetjes water halen, dan gaan jullie lekker dweilen en dan ga ik even zitten appen. Nee, dat mogen wij ook niet. Nee, dat is geen telefoons, hè. Dat mag niet. Nee, maar dan doe ik jullie ondersteunen. Ja, dat is... En met je legers doe ik een bijvullen. Ja. Dan ga je een dagje meeliep, hè. Wat zei je? Hij ging toch een dagje... Ik heb mijzelf net uitgenodigd. Hij vraagt als de camera uitstaat. Nee, nou vraag ik het. Wanneer ga je een keer een dagje mee? Ja, ik ga een dagje mee. Ja, met wie van jullie? Met wie van jullie ga ik mee? Wie ik het minst hard hoef te werken. Anders doe ik het niet. Dit is die jou, hoor. Dit is die van mij, ja. Die heb ik gemaakt. Wat was je inspiratie? Nou, het is een beetje chaos in mijn hoofd. Dus ook chaos. Kerststukje. Chaos in de bak. Ja. Ziet er mooi uit. Nou, dankjewel. Mooie kleuren. Helemaal kerst. Helemaal kerst. Behalve de sneeuw. Maar je kunt niet alles hebben. Sommige mensen hebben wel sneeuw. Ja, sommigen hebben wel sneeuw. Alleen ja, ik hou niet zoveel sneeuw. Dus. Gezellig zo'n workshop? Ja, is wel heel leuk. Leuk dat we dat doen met z'n allen. Een beetje goed teambuilding. Ja, hoe zit het met die band onderling?
Ja, wij zijn nu met hulp in het huishouden en met de thuiszorg, of ja, de verzorging en de verpleging samen. En ja, sommige mensen ken je niet, omdat je daar nooit mee werkt. En dat brengt zo wel mensen samen. Ja, want ik zie hier allemaal teams. Hè? Je bent Team Zuid. Waar houdt het in? Dus, ja, wij zitten verdeeld over heel Den Bosch, Vught, Rosmalen, Vlijmen. En Team Noordwest is Kruiskamp, Vlijmen en ja, die kant eigenlijk. En Zuidoost is Rosmalen, Vught en Zuid-Den Bosch. Dus we zijn eigenlijk goed verdeeld. Maar je kent niet alle collega's dus? Ja, wel eigenlijk. Eerst was het één groot team. Alleen nu is het in wijkteams opgesplitst, zodat het voor de cliënt makkelijker wordt. Wie heeft nou het lelijkste kerststukje gemaakt? Het lelijkste? Oh, hier staat iemand. Ja, dat durf ik. Nou zeggen ze, staan hier nou toch niet? Ze zijn allemaal daar achter. Ik weet het niet. Ik durf niet. Volgens mij deze. Van ik durf het niet te zeggen. Ik weet het echt niet. Jullie zijn de jury, hè? Dus jullie mogen beoordelen. Ja, ik ga er eentje uitkiezen. En die krijgt van mij iets leuks. Oké. Nou, lekker eten. Je weet waar die van mij staat, hè? Deze, hè? Of die? Daarnaast. Oh, die? Ja. Oké. Okay. Ik zal hem heel streng keuren. Ja, nou, veel plezier, hè? Dankjewel. Ik ga dus één kerststukje pakken. Want dit zijn 50 kerststukjes. En één daarvan krijgt van mij die geweldige bon om lekker te gaan eten bij Borrelcafé De Druif. Eet en Borrelcafé De Druif op de markt. Namens Rudy van der Zanden. Ik ben benieuwd, dat zijn een heel hoop kerststukjes. Ik moet ze allemaal gaan keuren, testen. Maar ja, ben ik nou zo'n creabea dat ik er ook verstand van heb. Ik hou wel van een beetje decoreren, dus dat komt wel goed. Ik zit in de huishoudelijke zorg. Ja, en ik heb het reuze naar mijn zin. Met de oudere mensen en met jongere mensen. En het is gigantisch wel leuk om te doen. Is het dankbaar werk? Ja, heel dankbaar werk. Ja, ja. Fijne cliënten? Ja, hele fijne cliënten. Ja, ja. Allemaal dingen vertellen over vroeger. En ja, wij komen pas kijken. Hè, dus, nee, met dat betreft, ik heb het heel erg getroffen. Ik heb het reuze naar mijn zin. Ja. En ben je dan ook eigenlijk een beetje een soort van ja, maatschappelijk werker? Tegelijkertijd? Ja, het is niet alleen het huishoudelijke zorg. Hè. Het is ook het praatje, het kijken hoe dat de gezondheid is van de mensen, van de cliënt. En dat houden we allemaal in de gaten. En als er iets niet goed is, dat we dat doorbellen of opschrijven. Of voor de mantelzorger. Nou, dat gaat gewoon perfect. Dat gaat gewoon perfect. Tak, tak. Met een A of met twee A's? Met drie A's. Taak. 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 Een paar. Nou, dat is wel een... Dat was denk ik de laatste. Ah, waar ben je nou aan het lachen? Ja. Ik hou jou voor de gek, het is een tak mee. Het is een tak, oké. Okay. Oh. Welke is jouw vraag? Welke was jouw vraag? Nee, ik ben geen interviewer. Hé, het is een interview, dat komt niet op de televisie. Nee, dit is radio, dit is radio. Oké. Dit is radio. Maar wat ben je aan het doen? Ik ben lekker iets aan het versieren. Ja. Iets aan het versieren? Ja. Oh, die zijn wel leuk, deze. Ja. Ga je hier thuis neerzetten? Jawel. Ik heb alleen vier jaar geleden gedaan en ik heb nog steeds... Ik weet niet of de cameraman dat weet, 4 jaar toch? 4 jaar? Ja, 4 jaar. 4 jaar geleden gedaan, ik heb nog steeds. Ja, wat heb je nou 4 jaar geleden gedaan? Ja, je moet even omdraaien, het is radio, dat kunnen ze niet zien. Ben je zeker dat de radio is? En waarom is hier een camera dan? Ja, okay. Daar zit de radio in. Ja, ik heb 4 jaar geleden ook eentje zo gedaan en ik heb nog steeds thuis. Dus, echt waar? Ja. Gaat ze zo lang mee? Ja. Maar ik weet niet wat het is, maar ik heb gehoord dat is van hier komt een plantje, een plant. Een plantje? Ja, aan of niet? Dat weet ik niet. Ze zitten jou gewoon een beetje uit te lachen. Zijn dat jouw collega? Maar wat, ja, mijn collega. Ken je ze goed? Ja, nou, nee. Nee. Zij... Zijn wel leuk, gezellige mensen. Ja, gezellig. Weet je wel, ja, vandaag vind ik het gezellig, ja. Hé, hey, waar lach je uit? En hoe lang werk jij bij IVT? Meer dan 4 jaar. 4 jaar? Meer dan 4 jaar. Je bent niet van Nederlands, kom af volgens mij. Nee, ik kom uit Zuid-Amerika. Zuid-Amerika? En welke talen spreek je dan? Spaans? Spaans. En jij? Ja, Nederlands, Bos. Nou, Bos trouwens ook niet. Nee, alleen Nederlands. Ah, oké. Okay. Hoe oud ben jij? Wat denk je? 25. Nee, fout. Meer? Nee. 23. Fout. 20. Fout. 18. Fout. En dan? 22. 22. 22, mooi leeftijd, okay. Hè? En ik? Dat is heel vervelend. Je bent ouder als mij? Ja, zeker. Veel ouder. Veel ouder. Ik kan je moeder zijn.
Dan, jij bent in de 30. Een lieve moeder. Ja, jij bent in de 30. Nee, ik ben 45. Echt waar? Echt waar. 45? Ja, 45. Je bent wel heet aan het flirten, hè, met die camera. Van, is nee, dat iets Zuid-Amerikaans? Nee, is radioband. Zuid-Amerikaans, het flirten, dat zit wel een beetje in die bloed. Hè? Ja, dat zeker. Temperament. Je dat sensor, ja, temperamentvol. Ze zegt het ook al zo, hè? Temperamentvol. Nou, het valt niet mee om een bloemstukje, of ja, een kerststukje, herfststukje, hoe je het maar wil noemen, om dat te vinden. Want het zijn er heel veel. En ze hebben allemaal dezelfde materialen, dus er zijn ook heel veel die op elkaar lijken. Maar ik heb er best wel verstand van het decorateren, want ik ben gewoon een decorateur. Zo mag je mezelf noemen. Dus voortaan in het ondertitelbalkje decorateur La Remco. En ik denk dat dit hem wordt. Ik heb grondig onderzocht en... ik ben met mijn mede-juryleden, oftewel ikzelf, ben ik tot de conclusie gekomen dat deze van Astrid, even kijken, Astrid Pols van Zuidoost, dat dit het mooiste herfststukje is. En daarom krijgt deze een hele mooie speciale prijs. En als het goed is, gaan we nu even Astrid halen en haar blij maken. Dag Astrid. Hallo. Dat is jouw bloemstukje. Ja, ja. Het herfststukje, kerststukje. Ja, 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 ja. Ja, ik vond het ontzettend leuk om te maken, toch? Wat was jouw inspiratie? Wat mijn inspiratie was? Nou ja, eigenlijk, het sprak gewoon voor zich, toch? Om, gewoon leuke dingen om er zo in te doen. Ja. Ik heb een kleine verrassing voor je. Ik ga hem eventjes neerzetten. Ik ga hem eventjes hier neerzetten. Astrid, ja. Ik heb jouw herfststukje gekozen. En ik heb van collega's heb ik even gevraagd, wie is Astrid nou? Ja. Jij werkt al best wel lang bij IVT, klopt dat? Ja, 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 zeker. Hoe lang? Nou, eigenlijk was het deze maand 18 jaar. Dat is vrij lang. Ja, dat is heel lang. Ja, sommige mensen zeggen gewoon van, bestaat IVT al zo lang? Ja, ja, 18 jaar. Wat is nou zo leuk aan IVT? Wat is nou zo leuk aan IVT? Moet ik even denken hoor. Nou ja, altijd wel weer vernieuwend. Er zijn altijd wel weer nieuwe projecten. Dat vind ik eigenlijk altijd wel leuk om daaraan mee te doen. Nou, wij vonden dat de mensen in de zorgverleners, ook wel eens een keer in het zonnetje gezet mogen worden. Nou kan ik niet iedereen blij maken, maar omdat jij dat prachtige herfststukje hebt gemaakt, heb ik voor jou gekozen. Ja? Jij gaat lekker uit eten bij Eet en Borrel Café De Druif op de markt. Ja? Met 10 mensen, dus je mag 9 mensen meenemen. Is dat leuk? Ja, meer dan leuk. Ja, ja, zeker. Hartstikke leuk. Namens Rudy van der Zanden, want Rudy bestaat 50 jaar, Rudy van der Zanden. Ja. Krijg jij van ons een etensbon om lekker met 9 mensen te gaan uit eten bij Eet en Borrel Café De Druif. Nou, hartstikke leuk. Leuk, hè? Ja, nou, echt. Een kerststukje mag je meenemen. Ook nog. Nou, die zet krijg je er nog bij. Op die tafel, die zet ik er gewoon bij. Wie ga je meenemen? Je mag 9 mensen, dat is veel. Oh, 10, hè? Ja. Lekker tapas eten. Ja, 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 ja. Ja, nou, dan moet ik even overdenken. Ja. Ga nou niet al je cliënten meenemen, hè? Nee. Die eigenlijk liever niet. Nee, want mijn cliënten zijn mijn cliënten en... Houden we lekker gescheiden, ja, hè? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik denk sowieso, ik heb 2 dochters. Dat is natuurlijk wel heel leuk om die sowieso mee te nemen. En een van mijn dochters heeft een vriendje, die gaat mee. En misschien een paar collega's. Ik moet er even over denken. Oh, zeg nog maar niet wie, anders wordt het een hele strijd onderling. Ja, ze staan niet te kijken. Ik wil. Ik ga even naar jouw collega's toe om even wat te vragen over jou. Ja. Want ik ben wel heel erg benieuwd. Zij werkt al heel lang bij jullie, hè? Ja, zij werkt al heel lang bij IVT. En ik kan me nog herinneren, ik ken Astrid al voor de tijd van IVT. En Astrid heeft gezorgd dat ik weer bij IVT kwam. Hoe is dat gegaan? Nou, ik kwam haar tegen en wij kwamen elkaar tegen. Ik zocht werk, ik was klaar om te gaan. Ik zei, Astrid, weet je wat leuk is? Je moet dus bij IVT gaan solliciteren. Hè, bij Ans van der Langenberg, hartstikke leuk. Doe ik al jaren, heel erg leuk. Nou, zodoende hebben Astrid en ik een aantal adressen samen gedaan, samen opgewerkt. Ook IVT groot zien worden. Dat is nog steeds heel bijzonder. Hè? Ja, ja.
absoluut. Dus Astrid staat wel een beetje waar IVT ook voor staat. Ja, Astrid is IVT. Astrid is IVT in hele doen en laten. Altijd bereid tot meedenken. En een hele goede verpleegkundige voor IVT. En volgens mij is ze ook heel lief. Ja, ook dat. Ja, nee, absoluut. Top. Ja, kan niet meer zeggen. Ja. Nou, ik heb vandaag iemand blij gemaakt. Dus wat dat betreft, dit bevalt mij wel zo. Rudy wordt 50. Elke keer allemaal leuke cadeautjes weggeven, mensen blij maken. We hebben een leuk overzichtje gekregen van IVT. Wat er nou is, de thuiszorg op maat. En ik zou eigenlijk willen zeggen, van, zit je nou thuis en denk jij dat jij ook iets kan betekenen? Meld je gewoon lekker aan als vrijwilliger, want die zorg die moet verleend worden. En we kunnen allemaal daar een klein steentje aan bijdragen. Ik zelf ook, dus ik ga ook daar meer aandacht aan besteden. Zit u thuis te kijken en heeft u nou ook iets met het getal 50? Laat het ons weten, want Rudy is bijna 50 en daar is hij nog steeds bijna, maar de tv-reeks loopt op een gegeven moment ook een keer op zijn einde. Dus als jij ook iets voor iemand wil betekenen, maar het moet wel met het getal 50 te maken. En dat kan dus echt alles zijn. Hè? Vandaag hadden we 50 kerststukjes. Ja, hoe verzin je het? Maar het heeft te maken met het getal 50. Meld je aan. Ga naar tv73.tv/Rudy. Of stuur even een mailtje via het contactformulier op onze website tv73.tv/contact. Bedankt voor het kijken. Heel fijn weekend. Geniet van je weekend. En tot volgende week. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rudy van der Zanden. Voor meer informatie ga naar rudyvandezanden.nl.